kerk brandde en het was zo'n hels vuur. Al heel snel merkten we dat de kerk reddeloos verloren was, ja. Tranen in de ogen, hier zijn we getrouwd, hier zijn we geboren, hier zijn we gedoopt, alles, alle herinneringen weg. Nee, dat was een slechte dag voor ons allemaal hier op Ameland. Triest, ja. Ik ben er wel triest van. Ja, mijn hele verleden ligt er. Getrouwd, ja, gedoopt, ja, alles. Die mooie gebrandschilderde ramen en het altaar en noem maar op, alles is naar de bliksem. Krijg je nooit weer terug. Een paar dagen voor de brand werd er nog een bijzondere mis in de Sint-Clemenskerk. Want na 3 jaar kreeg het Ameland eindelijk weer een eigen pastoor. Ja, het was juist zo'n groot feest dat we weer een priester hadden. En alle werkgroepen waren die zondag aanwezig. En we hadden echt groots uitgepakt, om zo te zeggen. Echt feest gevierd, de bisschop was aanwezig. Heel bijzonder, die dienst werd afgesloten met het Amelander volkslied. Dat nooit gebeurd. Achteraf dan denk je van, hoe is het mogelijk? 2 dagen later, de kerk in de brand. Want toen zeiden we dan, ja, dan hadden we een kerk zonder pastoor, maar nu hadden we een pastoor zonder kerk. Het is nog altijd onbekend hoe de Sint-Clemenskerk in de brand raakte koe. Maar het is voortduidelijk dat de eilanders haar een kerk waarom willen. Kijk, je bent goed verzekerd, daar gaat het om, maar mensen hadden ook zoiets van, pastoor, je kunt daar wel een hele nieuwe kerk neerzetten. Moet je zelf weten, hoor, maar dan zie je ons nooit weer terug. Het moet wel onze kerk weer zijn. Het silhouet van deze kerk met het mooie slanke torentje, het hoort bij Dordnes. En als je met de boot naar het eiland komt, en is toch het torentje van de Sint-Clemenskerk, dat is een silhouet wat hier eigenlijk al 150 jaar staat. Dat willen we terug. De Sint-Clemens weer een Rijksmonument en werd daarom reconstrueerd. Het interieur is een oorverhaal. De brand biedt de kans om de kerk heelendal opnieuw vorm te gaan met inzichten van deze tijd. Al meer dan 25 jaar restaureert Randolf Algeraad kerken en andere monumentale gebouwen. De laatste jaren tegen met zijn partner, Gabrielle Westra. Als je zo'n project krijgt aangeboden, dat je het zelf helemaal mag ontwerpen, dat je een beetje in de voetsporen mag treden van nou ja, mensen van 100 jaar geleden, want dat is ongeveer de laatste keer dat het gebeurd is. Zo'n kerk een eigen stijl te geven van deze tijd, nou, dat vind ik gewoon een droomopdracht. Dus ik heb echt Ameland geprobeerd in de kerk te krijgen. De vloer begint er dan mee met alle materialen die je hier ook vindt. Die vind je ook op de vloer terug in de kerk. En de ramen, het idee van de blauwe lucht zoals je het hier nu ook ziet. Zo'n dag als vandaag, alles mooi blauwe lucht, gele kleuren. Het zonnige van de ramen die er helemaal in komt. Het duinlandschap wat er allemaal achter zit. Dus volgens mij is die hele kerk is gewoon bijna een vertaling van wat Ameland is. Lang omlet krijgt Algera de zegen van bisdom en parochie voor zijn visie op de farmjouwing van de kerken. Maar over alle details werd maar de verskate partijen stevig discussieerd. Nou, dit zijn de oude ramen. Met allemaal een pendant erbij. De pendant is een figuur die verwijst naar de aartsengel. Hè? Maar Randolf die stelt voor om dus die pendantfiguren om die weg te laten. Als je hier nou ook nog pendantfiguren bijzet, dan wordt het wel heel erg druk. En wat hier onderin zit, ik weet niet wat dat voor betekenis had. Nou, dat staat eigenlijk in alle ramen. Okay. Dat zijn ook allemaal voorstellingen uit de onderwereld. Hè, het zit onder. Ja. Ja, nu was het doel natuurlijk om echt de engelfiguur uit te beelden als je verbinding tussen hemel en aarde. Dat heb ik heel letterlijk vertaald. Ja. Dat zie je hier heel goed. Letterlijk de verbinding tussen hemel en aarde. Ze balanceren als het ware tussen die twee dingen. Ja, dat geeft dit heel goed weer. Ja, dat is goed.
Want dan gaan wij akkoord, maar dat is ook aan jullie, dan gaan wij akkoord dat het op deze manier gebeurt. Ja, dat zijn de folies die we gaan gebruiken voor het glazen loodramen. We willen die glazen loodramen eigenlijk vertalen op een hele realistische manier van deze tijd. Dus je ziet natuurlijk heel veel in kerkramen dat ze langwerpig zijn en dat de gezichten en de handen heel langwerpig gemaakt worden. Dat is typisch kerkelijk schilderen. Wij willen het echt doen op een academische manier, dus op een heel andere benadering. Daar maken we dus ook echt folies bij die we nodig hebben met echte mensen. Niet die verzinnen we niet zelf, maar we willen juist de plasticiteit van de echte mensen erin brengen. En dat gaan we dan vertalen naar de heiligen van de kerk. Je ziet altijd in glas en loodramen fases, van historische fases, dat er geschonken is en dat stukje bij beetje het glas en lood vaak wordt aangebracht. Wij brengen in deze kerk al het glas en lood in één keer aan als een soort stripverhaal. Je zult echt een heel verhaal zien door de hele kerk heen. En ook de hele kerk heeft hetzelfde achterliggende thema van de duinen van Ameland en de blauwe lucht die erboven zit. Dus daar staan alle heiligen in die vroeger ook in de kerk aanwezig waren, maar die we nu opnieuw weer terugbrengen in, ja, met hetzelfde verhaal op een andere manier. Wij zijn hier dus opgegroeid. Ik ben hier dus gedoopt. De eerste communie, plechtige communie. Alles eigenlijk. En wij waren parochiaan tot ik dus een beetje aan de wal kwam te werken. Toen word ik een beetje minder parochiaan en nu wordt het weer wat meer vanzelf. Ja, wat halen we eigenlijk uit het geloof? Een beetje eerbaar leven, laat ik zo zeggen. Zo dat moet. Die wil ik. Die. Dat was mijn broer, geloof ik. Ja, 6 meter in huis. Later trouwt. En, van de overlijdens van de familie metmaakt en alles. En dat ging allemaal uit de kerk. Ja, want ja, vroeger waren ze conservatief, zeg maar. Hè. Zoals de kerk zei, zo moesten ze. En dat is allemaal anders geworden, gelukkig. Ja, gelukkig? Ja, absoluut. Dat komt dan niet meer. Onze kinderen zijn hier gedoopt. En ja, we hebben dus onze oudste kind, die is gestorven. En die ligt hier op het kerkhof begraven. Ja, dat heeft dus al heel veel impact gehad, ook op ons leven. Ja. De weg die wij gaan met Christus is een weg die niet doodloopt. Die, hè, waar je altijd weer mee verder kunt. Hè. En ook in lijden en sterven. Hè. Jezus heeft zelf het voorbeeld gegeven. En daar trek ik me heel erg aan op. Hoe ik nu sta in het geloof is toch wel, ja, ik vind het wel heel moeilijk. Ik geloof absoluut, maar ik weet soms niet eens meer precies waarin en hoe en wat voor vorm. Het is voor mij niet zo afgekaderd van als je zo en zo gelooft, dan kom je in de hemel. Als je zo en zo niet goed doet, kom je in de hel. Die tijd ben ik al lang gepasseerd. Ik heb veel meer, ik wil wel ook geloven, want het lijkt me vreselijk om alleen maar te leven. En dat is het. Dat vind ik zo'n leeg gevoel, dat kan ik niet, dat kan ik eigenlijk niks mee. Maar wel meer in een grotere vorm, groter geheel. Niet zo onder regels onderbonden, daar hou ik niet zo van. Tijdens de verbouwing van de Sint Clemens check je de parochianen in multifunctioneel centrum De Toel. En dat vond ik dus niet alleen negatief, want zelfs uit
nou, de puinhopen, zou ik maar zeggen. Dus uit het verlies kwam toch ook wel weer heel iets goeds. Omdat je dus zo heel dicht bij elkaar zit, voelt je toch heel erg de saamhorigheid van deze kleine gemeenschap. Kun jij niet voorstellen, Randolph, dat er nog stukjes zijn die ik niet kan snijden, die jij tekent? Vreeg het algemeen het onmogelijke? Nee, niet het onmogelijke, maar wel soms heel erg moeilijk, heel erg gecompliceerd. En dat is ten dele terug te voeren, omdat die ook, dat hebben we ook afgesproken. Jij doet een ontwerp en dan gaan we kijken hoe dat we het gaan doen. Alleen toen Randolph met de eerste paar tekeningen binnenkwam, toen heb ik echt gedacht van nou, hier weet ik het niet. Maar ik heb er wel 14 dagen naar gekeken. En ik heb ze elke keer weer opgerold en ingerold en aan de wand gehangen en nog eens gekeken. En tenslotte ben ik ze gaan ontleden en stukjes eruit. En toen heb ik Randolph op een gegeven moment gezegd, nu mag je komen kijken. Want we moeten nog een paar dingen moeten we eruit werken. Maar uiteindelijk is het wel gelukt, maar het zijn nog steeds heel gecompliceerde ramen. Super glastechnisch ontzettend gecompliceerde ramen. Ik moet niet een soort gat krijgen op die plek. Mm-hmm. Dus daar zit een beetje mee. Zou je dat in lichtblauw kunnen doen? Zou dat mooi zijn? En die in blauw. Dus het wit, maar dat in het blauw. Heel licht als je dat hier zo inzet. En ik schilder dat ook een beetje zo. Dan een andere structuur, die heb ik. Dat zou een idee zijn. Wil je naar dat groenblauw weer? Of wil je naar... Het blauw wat ik hier zie. Hele lichte kleur. Dus wat je hierin ziet, zeg maar. Dat. Ja. Dat is een beetje... Dat is net het blauw wat hier in wit zit. Structuur. Dus ik zal een blad pakken hier. Als je zelf bedenkt wat je gaat maken, heb je altijd neiging om dat te doen wat je al kunt. En als je iets op je bord krijgt wat van iemand die dat, dan ga je iets doen. Je gaat ook over je eigen grenzen heen. En dat merk ik in dit project heel erg sterk, dat we ook over onze eigen grenzen heen moeten gaan. Dat hield ek voor de ambitieuze plan die Randolph met de Mariakapel had. Hij wil geen traditioneel Mariabeeld erin, maar een Maria in triedimensionaal glas. In het Ruud. En dat is nog neerjeder dien. Dat is het middelpunt en die straalt en die moet je bij wijze van spreken tegen moet komen. Dat is wat je wil. Dat beeld wat in de wand zit, moet als het ware de ruimte vullen. Dat is wat jij wil. Ja. Maar daar heb ik licht voor nodig. Ja, maar je hebt er even goed licht in zitten. Al neem je hier en daar wat licht weg natuurlijk om diepte te creëren. Ik zie nu die voor het raam staat, als de achtergrond dezelfde kleur heeft als het gezicht. Ja. Dat je dan een soort gat krijgt waar het gezicht is en de handen zijn. Dus daar kunnen we wat opaliseren in zitten. En dan krijgen we ook vanzelf dat die wenkbrauwen alles een beetje aanzetten. Dat die een beetje zachter worden. Ja. Ik denk dat we daar een eind mee komen. Dan moeten we kegeltjes gaan smelten. We moeten toch wij zijn zaterdag weer bij de leverancier. Oké, maar die heeft ook een traantje. Ja, mooi hè? Een traantje, een beetje. Ja. Leuk. Er binnen wat goed die zeggen, het is niet meer zoals vroeger. Nee, dat is ook zo. Maar het is ook niet meer zoals vroeger. We hebben nu een andere tijd. Ja, hij is een beetje anders als dat hij vroeger was. En dan kom ik bij het plafond, die te donkere kleur blauw die erin zit. En als je naar buiten kan, de toren is te dik. Die was vroeger slanker, dus zat een knikje in. En die mis ik. Ik denk dat het heel goed is. Ja, je kunt toch niet vasthouden aan het oude. Dus begin gewoon iets nieuws en dat doen we nu. Ja. Kerkje, dat is straks uniek in Nederland. En dat is alleen maar mooi.
Pastoor Henk Nota is binnen op het Ameloon en nauw belutsen bij de parochie. Kwart na de broon maakt hij een lits wonder mee. Dat oude altaar, daar wie helemaal niks van hoort, behalve het tabernakel. Een tabernakel is een soort kluske, waarin dus het heilig brood zit, het overgebleven heilig brood, de reserve, nemen we dat, de heilige reserve. En die zit in een cibori. En een cibori is eigenlijk een hele grote kelk met een deksel erop. En in deze tabernakel, daar zie je tijdens de broon, zie je van de snijns daarvoor, het heilige reserve in de cibori. En die cibori, dat weer de cibori van kardinaal de Jong, die het er na zijn overlijden skonken aan de parochie van Ameloon. Die zie je vol mooi, hosties. En de hosties, dat weer een grote koek, omdat dat voor u betekent het lichaam van Christus, kan je dat net zomaar voortgooien. Dus ik ga ze meenomen in een stuk papier, een grote brei. En heb ik hier thuis bij mij, hier achter in de tuin, in een gat, proberen te verbranden. Maar dat slagen net goed, want de hosties die kwamen alweer naar Boppeta. En ja, dat werd toch wel eigenlijk heel wonderbaarlijk. En dat die mij wat denken aan het wonder van Amsterdam. Daar brandde de hostie echt net. Al woord zei ze van, ik ben net stikken te krijgen. Ik ben nog steeds onwezig. En ik bleef onwezig. Nou, dat heeft dus wel wat dient. Katholiek Nederland is in feeststemming. De nieuw benoemde Nederlandse kardinaal de Jong zal de bonnet ontvangen. Zijn eminentie verlaat het bisschoppelijk paleis om zich naar de kerk te begeven. De bisschoppen van Haarlem en van Breda begeven zich eveneens naar de plechtigheid. Ik was een jongetje, laat ik het zo zeggen, ik was van 47 en hij is dus in 55 dood gegaan. En ik kan me eigenlijk een klein beetje voorstellen van hoe hij was omgewaard. Dus dan kwam hij op Ameland, hij praatte met iedereen. Iedereen kon hem als Jan van der Bakker. Ik kwam op een scooter zitten bij hem met zijn grote handen en dan had hij altijd, nou jongetje, mag je nou wel eventjes kiezen. Had hij dus een kwartje of een briefje van 2,50, want anders was er niet. Nou, wij pakten allemaal dat kwartje, maar dat blonk vanzelf. Nou, dan hadden we dus 8 kwartjes, hadden ze allemaal trots waren wij. Dan ging je naar de keuken, zo, hier Katrine, en dan gaf je een paar centjes zo. En dan ging je weer fort. Het was een hele lieve man. In de glazen en leerruten van de oude kerken eerden de Amelanders haar een kardinaal. Maar in de naaierruten stiet de Jong zelfs centraal. In de oorlog had hij mooie orenmeesken, koningin Wilhelmina, dominee, orenmeesken. Had hij dus toch wel verzet jong tegen de nazi's. Hè? En zorgen dat, onder andere zorgen dat ik Joden verborgen kwamen. Hè? Dat had echt een mooi open. Hij had een heel groot voorbeeld geweest voor ons alleer en nog. Hè? Dus dat mag ik wel schoond worden. Als je in een kerk komt, dan moet je gewoon een mooi plekje vinden. En, of je nou gelovig bent of niet gelovig bent, voor mij is dat niet zo belangrijk. Maar je moet wel een spiritualiteit en mystiek vinden en positiviteit. Het is een beetje van jezelf geworden dit, hè? Dus je hebt hier al een stukje. Het is een creatie natuurlijk die wel helemaal uit mijn eigen hart komt. En natuurlijk wel aangepast op het hart van veel van anderen. Maar ja, dus het is wel iets wat heel dichtbij is. En als je dan weggaat, ja, dat vind ik altijd wel moeilijk. Het is wel even een leger, toch? Dan ga je weg. Dan heb je hier een jaar of zo gewerkt, anderhalf jaar. Misschien wel 3 jaar mee bezig geweest in totaal. Nou ja, dat is wel even. En dan terugkomen en zien hoe de dingen veranderd zijn. Dat is de grootste ramp natuurlijk. Want dat gaat gewoon gebeuren, dat weet ik. Ik weet dat mensen dingen gaan toevoegen. En,
En het zal niet allemaal spul zijn waarvan ik denk, goed gedaan. Maar ja, ja, het hoort er ook bij, hè. Ja, dit is schitterend. Dat die tjerken, naar vrouwen hier, Lieden, de Braan, er nou weer helemaal stiert. De laaien dak en blink in de zinnen. En het silhouet, bescheiden dat het is, speelt prachtig mee in het hele beeld van het eiland, maar de oude zadeldak te worden. Schitterend. Sibylle de Blauw is heegleraar vroegchristelijke kunst en architectuur aan de Radboud Universiteit. Uit namen van het bisdom toetst hij het ontwerp van Randolph. Ja, dit is echt de vorm die Kuipers hier betocht heeft. En die zocht ik hoe hij zich heel erg aanpassen heeft onder het eiland. Namelijk, zocht eigenlijk alleen maar het dak van het tjerke. Niet hege muren, bewust geen hege muren, maar een mooi, alomvattend dak. Zat dat bijvoorbeeld in de Noorse architectuur, in de middeleeuwen, in het tjerkenbouw, ik weer. Past heel goed bij een eiland. En een bescheiden twerken erop, wat krekkelijk genoeg is om het geheel opvallen te litten en maaispillig te litten in het beeld van het eiland. Een van de redenen weet ik dat het zo'n uniek ontwerp is in het werk van Kuipers, dat daar alles van inzetten is om het weer om te krijgen. Vernijing in de kunst, in de architectuur en in de beeldende kunst is iets wat het christendom eigen is. Het gaat telkens weer om het ziekje van een nij verband tussen de inhoud van het christelijk geloof en de sissingskracht van het evangelie en vormen die kunstenaars en architecten daarom aan kennen. En nou is het natuurlijk in de laatste eeuw een proces dat aardig tot stilstand komen is, omdat er heel weinig nijs meer tafvoegd wordt, meestal hier in West-Europa, om wat we hebben om christelijk erfgoed. Maar dat wie ook het prachtige van dit herbouwproject, dat er nou een kans weer om wel degelijk binnen die oude traditie en met gebruikmaking ik van al de elementen in deze kerken iets heel nice te maken. En voor zover ik zorg is dat op dit moment in Nederland wel degelijk heel uitzonderlijk. Allereerst is het toch een bewogen moment om zijn gebouw weer te zien. En wat het meeste direct treft is dat het een combinatie is van het vertrouwde, het bestaande gebouw zoals het weer tot de bron en van iets volstrekt nijs. En dat op de eerste blik die beide aspecten altijd nij zich op een hele mooie en spannende manier tot elkaar verhouden. Daar heb ik blij van. De familie van Henk de Jong sponsoren een van de nieuwe ruten. Pater Titus Bransma van Bolsert kwam te jaren met kardinaal de Jong in verzet tegen de nazi's. Ze sprutsen haar een uurtje NSB-propaganda. Uiteindelijk pakte de Duitsers Bransma op. In concentratiekamp Dachau komt hij om het leven. Dit ruut wat maken doet het Vaticaan Titus Bransma zillig verklaren. Naast hem een dwaze moeder uit Argentinië die in haar tijd strijdde tegen fascisme. Ik was toen in 86, toen leefde ik veel hoor. Hm. En ook omdat ik een hoop contact had met Amnesty wel en zo. En dan is het helemaal vanzelf. Ja, ja, dat maakt het een extra bijzondere ruimte. Ja. Ja, ja. De overgang van Titus Bransma, hè, van zijn vrijheid van meningsuiting, zijn veer, ja. Dat zijn de veertjes, dat zijn de pen. Hè. Ja. En die pen die gaat dan over zo in een boogje zo terug naar de foto's van de dwaze moeders. En die komen dan weer bij de dwaze moeders. Zo verbind ik die twee ramen ook bij elkaar. Dat vind ik hier zo knap. We hebben een moment afgebeeld dat ze eigenlijk een van die zonen terugkregen door dat protest. Hè. Dat is het idee wat erachter zit. Dus niet, dat is niet alleen maar de protesten die nutteloos waren, maar juist nuttig waren. Hè. Dat is wat ze laten zien. Dus, de tweede vrouw zie je ook een beetje aan met die hand op de borst. Zo, van, die heeft eigenlijk de foto's. Zo van haar kind is er weer terug. Die heeft ook een beetje een lach. Ja. En de rest is natuurlijk nog veel meer gefocust op dat ze het nog graag willen bereiken. Het is wel een verwijzing in het concentratiekamp, hè? De Blauwe Distel. Daar staat hij eigenlijk voor. Maar hij staat hier, hij is hier gewoon
Nou, hij is aanwezig, de verwijzing is aanwezig, maar veel minder prominent als in heel veel glas- en loodramen van, die je ziet van Titus Brandsma. Voor mij was het een beetje van, dit verhaal moet niet te prominent aanwezig zijn. Dat is een beetje weggedrukt, letterlijk, is hij erop gaan staan. Nou ja, voor de kinderen, de kleinkinderen, voor de familie, hè? Voor de mensen die het moeilijk hebben. En dan kun je altijd bij Marie een kaarsje opsteken. Er gebeurt wel wat in je leven en dan maak je een bekje en hoop dat het allemaal goed komt. Dan steek je een kaarsje op en dan, dan hoop je dat het allemaal weer goed komt. Voor mijn kinderen en kleinkinderen. Dat als ze met verdriet en narigheid te maken krijgen in hun leven, dat ze dan de kracht vinden om daar doorheen te komen. Dat de kracht van Maria mogen ontvangen. Ik vind blauw wat hard. En ik had Maria liever met de handen zo gehad. Omdat het de Maria-kapel is. De mensen die hier komen, die komen met problemen of moeilijkheden of verlies. Of, hè, dat Maria zegt van kom maar bij mij. Maar ja... Dit is ook mooi. Alleen maar er even naar binnen. Goede Vader in de hemel, wij danken u dat we hier vanochtend afscheid mogen nemen van de toel om op te gaan naar uw huis. Uw huis dat uit de as herrezen is. Een waarachtig godshuis dat ook die naam verdient. We danken u dat u ons nooit in de steek hebt gelaten. Dat u bij ons bent gebleven, al die tijd. Verkeersongevallen en verkeersslachtoffers staan zeg maar sociaal heel laag op de ladder van slachtoffers.